Loopjongen van de Republiek is er ook. We kunnen het tafereel voor u, papa. Hou op. Ga naar huis, ga naar je gezin. Nee. Dit is mijn koninkrijk, papa. Het enige wat jou tot een fatsoenlijk man kan maken, zou mijn overlijden zijn, hè? Omdat ik dan moet opvolgen? Nee, ik zal mij vreselijk misdragen. Weet u waarom? Ik zal ervoor zorgen dat Holland mij zo diep verafschuwt dat ik nooit onder die nieuwe grondwet hoef te dienen. Daarom. Maar we kunnen het wel proberen. Wat? Wat? Uw dood? En dat ik dan binnen een paar maanden van dit land een republiek maak. En einde monarchie. Wat ben je toch een schoft? Zullen we het proberen? Als ik nu de trekker overhaal, dan bent u verlost van al die donkere kerkers in uw hoofd. Holland heeft vast meer respect voor een vadermoordenaar dan voor een slappe meeloper. Spelen! Spelen! Vaders en zonen. Het bleef een moeilijk verhaal. Ik denk dat door die confrontatie de oude en donkere gedachten weer bij mijn grootvader gingen opspelen. En ja, dus zocht hij kracht en steun bij zijn oude vriend, de bisschop van Tilburg. Ik wil jou een paar aanwinsten van het bisdom laten zien. Het zou jou heel erg interesseren. Zo ben je wel altijd bij me in de buurt. We hebben een paar prachtige iconen ontdekt. Net daarboven, ik laat het je zien. Kom, ik neem die gaslamp.